Hallo iedereen, leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video van mij en vandaag speel ik Mega Walls. En ja, dit is de tweede keer dat ik hem speel en het is echt een fucking vette minigame. Nou, het is geen minigame meer, maar hij is wel zo fucking vet. En hierin heb je teams van fucking veel mensen. Er zitten ongeveer 100 mensen in één game. En ja, er zijn 4 teams en dat houdt dus in dat er 25 man per team zijn. Na 10 minuten al vallen de muren en het doel is om een winner te killen. En ik zelf vind dit tot nu toe echt de coolste minigame. En ik vind hem echt fucking dik. Hij is er nog in beta, dus het kan zijn dat er ooit een keer een foutje in is. Ik weet niet wat er überhaupt fout zou gaan. Oh man, lag. Maar in ieder geval heb ik er wel zin in om het te spelen. Mijn eerste potje had ons team gelijk al verloren. En dat valt dus best wel hard. Ja, ze vind ik dat niet zo erg. Wat ik wel erg vind is dat hij het een beetje lijkt. De server in ieder geval. Moet hier alles echt 3 keer doen. En je ziet ook, er zit hier mega veel iron. En ik denk dat ze dat speciaal hebben gedaan om ervoor te zorgen dat als je een keer doodgaat, dat je nog een backup hebt. Want als je hier doodgaat, dan spawn je meteen weer. Het is niet dat je dan gelijk uit het potje bent, maar je spawn meteen weer. Alleen je bent alles kwijt behalve jouw jouw begingedoetje. Dus jouw klas. En ik ben een zombie. Ik weet nog niet wat het in gaat houden. Ik had in ieder geval door dat je een zwaardje had. En mijn eerste potje was ik een skeleton. En daarmee had je een bow. En verder kon je, heb je hier ook skills, dus dat is ook wel dik. En ja, het is dus mij weer voorgekomen. Ik zit trouwens weer in team groen. Vorig potje zat ik ook in team groen. En dat potje hadden wij verloren. Ook gewoon, wij waren echt het eerste team dat doodging. Dus dat is best wel stom. Maar ik denk dat dit wel echt ja, niet spannend, maar wel leuk gaat worden. En in ieder geval, de minigame duurt wat langer. Je zou echt denken, oh nee, nog hey. Ik heb een chest gevonden. Nice. Super chill, gek. Ik dacht echt van, what the fuck gebeurt hier? Maar ik zal niks in die chest doen, want dadelijk kunnen mensen hem leeghalen, wie weet. Ik weet nog niet zeker, want volgens mij kon je hier niet andermans chest in kijken, maar ik weet het niet zeker. Dus ik gok het er niet op. Dan gaan we even kijken hier bovenin. Of er ergens... oh, hier is een crafting table, fijn. Kan ik mooi een fornuis maken. 3 fornuisjes. Dan kan ik hier lekker die dingen gaan koken. Ik moet nog wel even wennen aan mijn texture pack. Ik gebruik nou weer John Smith Legacy. Maar het is wel echt even wennen hoor. Even kijken. Ik ga even nog wat meer kool hakken hier. Kunnen we dat in ieder geval gebruiken in deze furnace. En dan denk ik dat we dadelijk ook even een chest gaan maken. Die chest ergens neerzetten. En dat als we doodgaan, dat we dan gelijk onze iron weer terug hebben. En daarmee dus weer grotere kans hebben om te overleven. Dus wat ik ook ga doen is even hier die iron weer allemaal hakken. En dadelijk wordt het echt fucking episch als die muren gaan vallen. En eigenlijk is het best wel grappig, want de muren vallen. Maar eigenlijk vallen ze ook wel niet, want meteen bouwen mensen weer een andere muur. Om die widders te beschermen. En dat vind ik wel grappig. En als skill van de bow van skeleton class, dan heb je een, als je met linkermuis klikt,
Dan heb je een... een, hoe heet het? Een explosive shot. En dan... ja, dan schiet je een explosief af. En dan explodeert heel die muur als je het goed doet. In ieder geval niet helemaal, maar gewoon een groot deel. En dan kun je lekker invaden, om maar zo te zeggen. En dan kun je ze vatten, die mensen. In ieder geval kan ik nou wel wat dingen maken. Dan ga ik gewoon bij die gasten... zijn crafting table doen. Want ja, waarom zou ik er een maken? Als ik het bij hem ook gewoon kan doen. Zo. Boots. En ik moet nog één iron hebben. En dan heb ik... even kijken hoor, want is die zombie chest, is die beter? Nee, die is slechter dan iron. Maar ja, die krijgen we dan dus wel. Als we doodgaan, krijgen we die weer terug. Maar je houdt die sowieso. Oké, die moet ik niet hebben. Zo. Dan gaan we even kijken. Dan kunnen we denk ik nog wel een legging maken. Nee, een chestplate. Dan kunnen we deze houden voor het... Die kunnen we dan in zijn chest gaan doen. Je moet trouwens ook een sticky hebben. Voor een... zwart. Dus we moeten even wat hout fixen. Dat kunnen we... Nou, hier doen. Zo, kunnen we hier stukjes van maken. En dan kunnen we daarvan... Een iron sword maken. Kijk eens aan. Weet je wat? We maken er nog twee bij. Dan kunnen we die weer gaan halen bij de... Weet het? Oh, nee, dan gaan we die weer halen als we dood zijn. Dus dan ga ik even wat hout weer hakken. Ik kan trouwens gewoon zijn iron nakken hier. Waarom zou ik dat bij mezelf doen? Zo... Zo. Maak we nog een chestplate. Zo. Nog een legging. En dat was het. Dan gaan we even een chest maken. Kunnen we het beste doen door... kunnen we het beste doen door hier een... ja, deze wooden logs te hakken. En dan maken we hier een mooie chest van. Hier zullen we waarschijnlijk spawnen. Dus dan kunnen we daar ergens in de buurt die chest neerzetten. Moeten we alleen even kijken waar. Gewoon op een plek waar ik het nog kan vinden. Doe ik het gewoon hier. Dus dan gaan we elke keer als we dood zijn, gaan we hierheen. En dan kunnen we deze shit... moet ik wel even kijken of ik... de goede spullen erin doe. Even kijken. Ja, en deze dingen doe ik er ook wel in. Zo, dus we zijn er klaar voor. En dan zal ik meteen even jullie de widder laten zien. Oh. Die kunnen we dus niet... niet verplaatsen. Maar dan zal ik jullie even meteen de widder laten zien bij ons. En... ja, ik moet wel zeggen, het lagt best wel hard, maar dat komt omdat mijn render settings fucking ver staan. Dus die doe ik even een stukje minder. En deze doe ik gewoon unlimited. Zo, nu lag ik wel minder. Nu zullen jullie misschien wel minder zien, maar dan merken jullie denk ik niet zo heel veel van. Dus dan zal ik even de widder laten zien. En die kan je hier vinden. Kijk, dat is onze widder. En die moeten hun zorgen dat ze killen. En wij moeten dus ervoor zorgen dat die niet gekild wordt. Oftewel, die moeten wij beschermen. Zo dadelijk zal deze muur dus vallen. En dan zal waarschijnlijk iedereen hier gaan bouwen. Ik in ieder geval niet. Ik ga dan denk ik gewoon YOLO erop af. En misschien dat we dan iets kunnen killen. Ik ga eens heel even kijken of er misschien iemand mijn chesten al leeg heeft geplunderd. Ik zie dat wel gebeuren, maar... Thank you.
Nee, hij ligt er nog mooi. Oké. Okay. De mensen snappen in ieder geval dat dat is bedoeld als ik dood ga, dat ik meteen mijn shit weer heb. En misschien dat ik dat kan delen met andere mensen. Ik zie dat de mensen ook al een beetje van die blokkades aan het maken zijn voor de mensen die daar gaan komen. En ik ga in ieder geval erop af. Als dat lukt. Want ik kan hier nergens heen. Oh, daar had ik geen rekening mee gehouden. Dat valt dus best wel hard. Dat is wel jammer. Maar ja, hier kunnen we lekker naar boven. En dan kunnen we kijken. Want je ziet ook al, mensen zijn al druk in de weer. Druk aan het bouwen. En ik ga in ieder geval alvast naar het gele land toe. Want in de chat van de spawn... Oh shit, ik heb mezelf ingesloten. In de chat van de spawn zat iedereen te zeggen... Ja, geel gaat winnen en shit. Dus we gaan lekker even die gasten hier... Oh, shit. We gaan in ieder geval al proberen die mensen te killen. Kijk, dan gaan we hier even heel veel trapjes bouwen zo. En dan kunnen we in ieder geval lekker hun... zo mollen. Mollen we ze ook allemaal meteen. En ik zie mensen die... Pak jullie allemaal hier. Oh shit. Ik kan best even wegrennen. Ja, kom op. Pak hem. Oh, ik heb een heal skill. Dat is fucking nice. Nee! Ik ben dood. Oké, okay, snel, dan gaan we naar onze shit toe. Onze chest. Kijk. We zijn alleen vergeten een helm te maken. Oeh, dat was niet zo slim van ons. Maar ey. We hebben wel weer mooi... wat armor. Dus dan kunnen we weer verder. En ja, het ziet er in ieder geval echt fucking dik uit. En ik vind het ook echt leuk om te doen. Ik hoop in ieder geval dat ik dat ook met jullie kan gaan doen. Of in ieder geval met wat andere mensen. Want alleen is het best wel... Ja, het is niet saai, maar het is leuker om het met meer mensen te doen. En ik zie dat wij niet eens een muur gebouwd hebben. Wat echt dom is. Want mensen kunnen zo naar ons toe gaan. En je ziet hier ook... Kijk, die gast is bijna dood. Hoppa, thanks man. Kunnen we misschien die spulletjes in mijn chest gaan doen. Dat ga ik ook zeker doen. Dat kunnen we heel mooi naar binnen. En dan gaan we even naar mijn chestje toe. Even snel. Oh shit. Oh laat maar. Nee, ik dacht dat onze bidder werd aangevallen. Nope. Dus deze helm kunnen we aandoen. En dan kunnen we de rest wat we hier nog in de inventory hebben zitten. Kunnen we even in onze chest doen. Ja, dit kunnen we natuurlijk niet erin doen. TNT. Zo. En natuurlijk gaat... Ziet hij... Nee, hij ziet mijn chest niet. Oh man, ze zijn zo blind. Ben ik weg? Of hij kan er niet in. Hij kan ook. Nee, want ik kan hier gewoon in. Ik kan gewoon die vis hier jatten. Dat ga ik natuurlijk niet doen. Even kijken, onze bidder heeft in ieder geval nog het meeste HP, zie ik. En die van de gele erbij ook. Dus dan moeten we even... Want je ziet daar de gele vlag en daar de rode vlag. Dus dan gaan we kijken of we hier misschien gewoon in het midden iets kunnen doen. Wat ook chill is, is dat het HP van de mensen erbij zit. In ieder geval dat je die kan zien. Ha! Die gast is echt niet zo slim bezig, maar ik ook niet. Hop. Oh nee. Ik zit hier echt vast. Hij moet mij nog één keer hitten en ben dood. En ik heb geluk dat dat niet het geval is. Snel doorlopen. Niet mezelf killen.
Ik zie me gebeuren. Ik zie het echt gebeuren dat ik mezelf kill. Zo. Ik kill mezelf bijna. Nou, dit was het einde van deel 1. Vond je het leuk? Laat dan zeker een duimpje omhoog achter. Bij de 30 duimpjes omhoog in één dag, dan upload ik morgen meteen deel 2. Dus zorg ervoor dat we dat halen. En zo niet, dan duurt het nog even voordat de andere... oh, shit. Onze midden wordt aangevallen. Voordat het andere deel geüpload wordt. En dan zie ik jullie terug bij deel 2 van de Biggie Walls.